Van harte welkom in een bijzondere aflevering van het Koetshuis. Ook vanaf een mooie locatie. Een bijzondere locatie en dat is de Ambandstuin hier in de gemeente Tiel. We staan stil bij Pieter van den Burg. Wat heeft de man betekend voor de stad? Hoe was hij? We blikken nog een keer terug tijdens deze bijzondere aflevering van het Koetshuis. Eerste gast, dat is Angelo Dame. Angelo, van harte welkom. Je had alles met Pieter en ook eigenlijk helemaal niks. Hoe zit dat? Ja, een jaar geleden, en dat 2 jaar geleden inmiddels, was die ineens in mijn leven. Want we zouden bij Omroep Gelderland een serie gaan maken over 4 clubs in de tweede divisie. En je had Jong Vitesse, Linde en De Treffers en TSC. En vervolgens naar Angelo. Nou, ik wist eigenlijk zelf al, ik moet bij TSC zijn. Hè, want dat was een beetje een campusclub werd er dan geroepen. Dus ik dacht van ja, een beetje een club op het randje. Dus ik denk, als er verhalen te maken zijn, dan de grootste kans dat ik bij TSC de mooiste verhalen kan maken. En dat is wel gebleken ook, denk ik. Bravoure in de tent, never a dull moment in Tiel. En vooral bij die voetbalclub. Tot op de dag van vandaag gaat dat nog steeds door. Ja, we hadden zo een tweede seizoen kunnen maken zonder problemen. Ja. Ja, met een flamboyante voorzitter. Absoluut. En dat was Pieter. Ja. De eerste keer, die ontmoeting, kun je die nog herinneren? Ja, de eerste keer was op de club en zo. Dat was, ik ging kennis maken. Ik had Wim van Baal al een keer gesproken, de technisch man. En ik zou de voorzitter een keer ontmoeten. Dus ik zat daar te wachten en dan kwam die binnen natuurlijk. Ja, imposant zoals we hem allemaal kennen. En het was gelijk goed eigenlijk, het contact. Hè. Het was gelijk dat je dacht van oké, weet je wel, dit is de juiste man voor mij. En pas later zou blijken eigenlijk dat ik nog veel meer met hem zou doen dan ik aanvankelijk dacht. Weet je wel. Hij werd echt een karakter in ons programma. Ja, want het programma vertelde nog eens even over. Clubs met ballen, wat was dat nou precies? Ja, het was dus het programma over de tweede divisie, een nieuwe divisie. En zo tussen de amateurs en de profs in. En wij waren gewoon benieuwd van oké, wat betekent dat voor 4 Gelderse clubs? Dus we wilden daar gewoon niet zozeer het sportieve verhaal vertellen, maar wat gebeurt er nou achter de schermen? Wat voor mensen werken daar nou met passie voor zo'n amateurclub? Met toch bepaalde ambities. En dat was eigenlijk. Het moest een programma worden, niet alleen voor de sportliefhebber, maar eigenlijk voor iedereen. Van, wat bezielt mensen om zoveel tijd in een voetbalclub te steken? Op wat voor manier dan ook? Als je nou terugkijkt, hè, want je hebt dat een jaar lang gevolgd, die voetbalclub. Wat is jou dan het meeste bijgebleven? Ja, toch de strijd eigenlijk in alle opzichten. Hè? Want ja, het is een club die dan die vooruit wil. En er is natuurlijk ook een behoudende stroming die zegt van maar wij zijn TSC en willen het een beetje houden zoals het is. Maar ja, als ik dan naar het voetbal kijk, dat was vooral een vriendenploeg natuurlijk. En dat was wel uniek. Hè? Al die spelers die al zo lang met elkaar speelden. Dus dat was altijd een hele bijzondere sfeer. En jongens uit de regio, dus dat was altijd heel, heel prettig. En daaromheen liepen natuurlijk allemaal fantastische types rond. Waarvan je denkt van oké, weet je, dit zijn echt de bevlogen vrijwilligers, de gehaaide bestuurders en de innemende voorzitter. Dus ja, alles bij elkaar. Hè. De dwarse supporters, noem maar op. Er ging van alles goed, er ging van alles mis. En dat maakt het gewoon tot een hele bijzondere club. Ja, kan me nog goed heugen, want ik heb natuurlijk ook zelf veel met jou samengewerkt in dat jaar. Ja. Hartstikke leuk, qua jongens, hè? Ja, absoluut. Ja, maar dat was ook het mooiste, weet je wel. Het was net niet zo professioneel dat niks meer kon, weet je, dat je nergens bij mocht. Dus ik heb ook bij een paar wedstrijdbesprekingen gezeten. En mensen waren gewoon heel open over hoe dat eraan aan toe gaat en wat er goed, maar ook vooral ook wat er fout gaat. Er was geen zin om dat te laten zien. En vooral bij Pieter natuurlijk. Zijn rol als voorzitter, hè, bij die club, kun je dat nou eens duiden? Want dat was natuurlijk een lastige rol, hè? Ja, voor zover ik dat natuurlijk van de buitenkant zien. Mm. Hij was wel een beetje de klassieke voorzitter. Hè. Zowel, qua verschijning en zo. Dat je dacht van, als Pieter de ruimte binnenkwam, dan kwam daar ook echt meneer de voorzitter binnen. Dus ik zei altijd, als ik hem tegenkwam, dan zei ik niet Pieter. Ik zei, goedemiddag meneer de voorzitter. Terwijl ik natuurlijk gewoon aan de telefoon Pieter tegen zei. En het was gewoon, we konden al heel snel heel goed met elkaar. En je merkte gewoon dat hij, ondanks zoveel inspanningen, er erg veel tijd in die club stak. En het gewoon heel leuk vond om daarmee bezig te zijn. En natuurlijk ook de problemen, hè, tussen de stichting en de vereniging, wat natuurlijk wel eens botste. Maar hij was er altijd, altijd met die twinklingen in die ogen, die guitige blik. En hij was er altijd voor de club. Ja, vol met passie en vuur, mogen we best wel stellen. Ja, absoluut. Dus dat, en opkomen. Terwijl die eigenlijk natuurlijk helemaal geen voetbalman was, denk ik, van origine. Maar eenmaal daar ging hij er helemaal voor. En je merkte gewoon aan alle mensen in de club dat ze daar ook blij mee waren. Dat ze daar ook behoefte aan hadden aan zo'n type voorzitter. Ik denk dat je die niet veel meer
Je ziet in het amateurvoetbal iemand die zo zijn stempel er ook op drukt, maar wel op een goede manier, weet je wel, waarbij die er ook iedereen bij betrok. Dus dat was heel erg prettig. Nou ja, een prachtige man om mee samen te werken. Ja, never a dull moment, ook met Pieter niet en als het over die voetbalclub gaat. Maar uiteindelijk wel altijd het compromis proberen op te zoeken. Ja, maar ja, dat moet natuurlijk. Want zeiden, hè, die botsende belangen tussen de club en zo'n stichting. Hè, hoe ver willen we gaan? En ja, je moet ook rekening houden met de gevoelens, hè, met de sentimenten van zo'n club. Waar mensen die ja, vrijwilligers eigenlijk al jarenlang hun rol hebben. En dat ineens zien veranderen. En hoe ga je daarmee om? En hoe hou je iedereen binnenboord? Ik denk dat Pieter daar heel goed in slaagde. Ja, jij hebt regelmatig gefilmd. In zijn 14 dagen was je sowieso in Tiel. Ja. Uiteindelijk een mooie climax voor het programma. Wat we eigenlijk allemaal niet gewild hadden. En dat was de dood van Pieter. Ja, nee, dat was een anticlimax eigenlijk. Want het was onze laatste uitzending die eraan zat te komen. En ik zou gewoon een kleine compilatie van het seizoen maken. Ja, en toen overleed Pieter. Ja, het was natuurlijk maar één manier hoe ik het seizoen kon afsluiten. En dat was een ode aan Pieter. Omdat we ook zoveel met hem gedaan hadden. Zoveel uiteenlopende dingen en nou ja, weet je, emotionele dingen ook. Hè. Zo'n bestuursvergadering waar het te fel op ging omdat er problemen met supporters waren. En de halve bestuur niet wilde dat ik erbij was om te filmen. Maar Pieter zei, en je bent erbij. En ja, en hele mooie dingen ook, persoonlijke dingen. Hoe hij nou ja, uitgebreid stond te vertellen bij HFC. Hoe hij als voorzitter zeg maar alles beleefde. En ja, dan zie je ook weer die beelden terug, hè, van die laatste wedstrijd. Hoe die Nehemia zeg maar... voor zijn 300ste wedstrijd een shirt aanbood en ja, alles eigenlijk bij elkaar kwam in die 4 minuten die ik maakte. Het hele seizoen eigenlijk door de ogen van Pieter en daarmee het hele seizoen van Tech verteld met nou ja, hoogte- en dieptepunten en ja, dit natuurlijk als geweldige anticlimax. Ja, nou, ik geef jou bij deze een compliment, want je had het niet mooier kunnen maken, dat portret. Nee, dankjewel. En daar gaan we nog één keer naar kijken. We beginnen bij TEC, dat zich na een slechte start knap handhaafde. Maar die euforie werd afgelopen zondag overschaduwd door het plotseling overlijden van Pieter van den Burg. De prominente Tielenaar was sinds een paar jaar voorzitter van TEC en in die rol werkte hij hard aan professionalisering van de club. Een markante verschijning die regelmatig opdook in onze reportages. Als hommage hierbij een indruk van zijn rol als voorzitter. TEC is ook mijn clubje geworden. Je wordt op een gegeven moment, als je daar 3 jaar rondloopt, dan heb je daarin een gevoel. En TEC, daar heb ik wel hele warme gevoelens bij. Middagje HFC. En dan zeggen ze altijd, we gaan een punt drukken. We drukken een punt? Dag meneer. Film? Ja, we drukken een punt, hè? Ja, goed. Ik loop altijd 1 of 2 rondjes om het veld, of het nou thuis of uit is. Om gewoon ook de mensen uit Tiel... die hier naartoe zijn gekomen en het aangedurfd hebben om 1 uur en 1 kwartier in de auto te zitten, even te begroeten en een handje te geven. En ook een beetje praten over de wedstrijd. Als je dat nou 2, 3 jaar, wat ik nu een beetje dat volg, ik vind dat het wel steeds leuker wordt. Nou, dat dit zoiets niet mag gebeuren natuurlijk. Hè? Nou hoop ik wel dat over mijn tekst een zwart balletje komt. Oh. Jongens, jongens, kom op, kom op! Ja, kom op! Hij heeft nou wel de 3, okay. De harde kern heeft hij nou wel in beeld, hè? Moet je ook erbij, ja. Heeft de voorzitter van Tech ook verstand van voetbal? De trainers zeggen van niet en daar wou ik het ook maar bij houden. Maar die hebben weer geen verstand van bestuur. Ieder zijn vak. Ieder zijn vak, ja. Ik wil toch even structureel vergaderen voordat we allerlei hartekreten naar elkaar gaan lopen roepen. Wat zou jij nu willen voorstellen dat je zou moeten doen? Want je moet wel iets doen. Nee, maar in feite is het ook zo, want ze lachen je uit als voorzitter. En als bestuur. Dan heb je volk nieuw voor ze. Ja. Waar zitten we dan? Hè? Niks doen is voor mij geen optie. En die mensen proberen het steeds weer. En de schuld ligt bij het bestuur. De schuld ligt niet bij het bestuur. Ik moet wel een beetje zoals een anchorman als
Meneer Van der Pol voorkomen. En, maar dat is alleen meneer Van der Pol. Die heeft wel zo'n uitstraling. Hè? Wij zijn bijzonder trots dat Gerrit een lintje krijgt. Bij zijn club zitten altijd een heleboel houten metoten. Dat is Gerrit niet. Gerrit is een man van het gewone volk die tussen alle spelers staat, van klein tot groot. En vooral ook het dameselftal, wat hij zeer populair bij is. En Gerrit regelt alles op de club, of het nou lijnen trekken zijn, ballen oppompen, of er moeten ruzies beslecht worden met scheidsrechters. Gerrit regelt het allemaal bij TSC. En daarom zijn wij bijzonder trots dat Gerrit een koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. En niet al die houten metoten. Vlaggenist, hè? Ja, dat is Rotterdam. Ja! Jongen. Pas waren we bij AC en dan krijg je taart. En dan staat dan het vignet van de bezoekende club staat erop. En dan vragen ze, kerel, wil je een stukje taart? Want wij zijn jullie al bezig te verorberen. En dan krijgen we een stukje taart en dan hebben ze daar zo'n schik om. Maar het is wel ontzettend leuk, ja. En de volgende keer meer tegenhouden, hè? Kort samengevat, een mooie kerel, ook als het over dat voetbal gaat. Absoluut. En hoe hij dat gedaan heeft. Wat blijf jij nou het meeste bij? Ja, dat is toch het beeld waar ik eigenlijk die laatste reportage ook mee eindig. Hè? Dat Pieter bij HFC de spelersbus uitzwaait. En dan denk ik, ja, dat achteraf zeker zit daar zoveel symboliek in. Hè? Want hij zwaait TSC eigenlijk letterlijk uit. En dat heeft hij natuurlijk uiteindelijk ook gedaan. Maar dat was met zijn sjaaltje om, weet je wel, nooit te beroerd om de rol als supporter te spelen. Altijd meedenken met mij als programma maken. En op dat moment lijkt het gewoon, oké, hij zwaait ze uit. En maandag ziet hij ze weer bij wijze van spreken op de club. En nu was het uitzwaaien voor altijd. Maar goed, de blik die hij daar uitstraalt, denk ik, die is denk ik, met terugwerkende kracht zo mooi. Dan denk ik van, ja, weet je wel, heeft het zo moeten zijn? Ik weet het niet, maar het was zo en het was een prachtig beeld voor wat van hem overeind blijft als de bevlogen voorzitter. In deze bijzondere aflevering van het Koetshuis ook muziek. Sjoerd van der Zee en Ber van Buren, vrienden van Pieter van den Burg, leveren hun bijdrage. En u gaat dat nu zien. Sunday I go to church,
Kirk, I'll kneel down and pray. Lord, Lord, have mercy. Good Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. My heart in misery. Dream of a baby, send her back to me. In het koetshuis nu aangeschoven Simone de Boer. Simone, daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan. Hier op tafel schoenen van Pieter en zijn hoed. Wat is dat voor jou? Ja, dat is Pieter. Symboliek. Altijd met hoed en altijd met zijn gekke schoenen. En dat jaar, dat is voorbij gevlogen, hè? Ja, je knipt het met je ogen en het jaar is voorbij. Ja, blijft een raar fenomeen. Geen idee wat ik in het jaar allemaal gedaan heb, maar... Het is een heel raar fenomeen, ja. Maar Pieter leeft nog steeds. Ja, die leeft gewoon in mij voort natuurlijk. Ja, niet alleen in jou. Bewijs bijvoorbeeld van dit programma. Dat is al, ja, er zitten veel mensen, leeft hij voort. In onze partij, Partij van de Burgers, leeft hij natuurlijk voort. In het gestiel, gewoon overal. Ja, dat moet ook kracht geven. Even inzoomen op zijn
culturele dingetje, zullen we maar zeggen. Heb je natuurlijk jarenlang van dichtbij meegemaakt. Wat was nou, zeg maar, wat triggerde hem nou om, zeg maar, daar zo mee bezig te zijn? Wat was dat nou? Ja, hem triggerde gewoon dat hij wilde gewoon dat er dingen gebeurden en dat mensen gewoon, zeg maar, ja, niet, die niet altijd heel erg met cultuur bezig waren, toch dingen zagen of dingen meemaakten. Dat ze dachten, oh, dus, weet je, dat die mensen daarmee triggerden, zeg maar. Ja, dus hij gebruikte het eigenlijk als een soort tool om dingen te bereiken. Om, ja, om zeg maar de verbondenheid te bewerkstelligen. Ja, hij was echt een verbinder, dus ook in de cultuur. Hij wilde gewoon kunst en cultuur met mensen verbinden die er niet zo heel erg veel mee hebben of hadden. Of dat toch, ja, dat mensen dachten, oh. En plus, hij moest altijd wel iets doen. Dus hij kon niet stilzitten en niks doen, zeg maar. Er moest altijd wel iets gebeuren. Ja, precies. Dus er moesten, en de feestjes waren natuurlijk altijd leuk. Ja. De man van feest, maar ook goed nou, gezegd. Nou, niet omdat hij zelf nou zo'n feest bezig was, maar gewoon dat die andere mensen gewoon een leuke, bijzondere avond wilden. Ja, geven. Klopt. Hij wilde gewoon altijd geven, vooral. Hey, eens een voorbeeld daarvan, Jesse Thiel. Hoe is dat nou ontstaan destijds? Ja, dus dat is ooit ontstaan met Tielse muzikanten, waar wij zeg maar muziekles van kregen, onder andere Sjoerd van de Zee. En ja, we hadden dan daarna gewoon hele discussies tot diep in de nacht over muziek en over festivals. En eigenlijk miste we gewoon een soort jazzy festival in Tiel. Dus ja, dat was al jarenlang het een en ander, maar dat was gewoon een beetje ingeslapen, ja, mogen we het zo zeggen? Het was gewoon heel erg geënt op één ding in de jazz. En dat was voor ons was dat niet voldoende. Ik bedoel, jazz is heel breed, dus wij dachten van ja, er moet iets tegenover staan ook. Dus wij wilden gewoon samen met die andere festivalorganisatoren wilden gewoon samenwerken, dat het gewoon een breed festival werd, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Toen zijn we zelf maar een festival begonnen. Ja, en inmiddels bestaat het al hoeveel jaar? 2006 was de eerste en toen hebben we een jaartje overgeslagen, dus dit was nu hebben we 10 jaar gedaan, denk ik. En altijd weer een feestje natuurlijk. Ja. Dus dat moet heel raar voor jou zijn geweest het afgelopen jaar, want Pieter is nog wel bij de voorbereiding betrokken geweest. Ja, we hadden al een deel geregeld, dus ik ben er uiteindelijk ook mee doorgegaan omdat we er al ver mee waren, zeg maar. En ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb gewoon doorgezet en het is een fantastische avond geworden. En ik vond het een van de beste, zeg maar, van al die jaren, beste editie. En hij was er gewoon ook op een of andere manier bij natuurlijk. Ik ben hem ook aan hem opgedragen en ik vond het een hele bijzondere avond. Ja, en je blijft daar ook mee doorgaan, hè? Met natuurlijk niet jij alleen, maar met mensen die erbij zijn. Ja, we hebben natuurlijk een bestuur, er zitten nog wel meer mensen in. Dus ja, het is wel de bedoeling dat we ermee doorgaan. Maar ik merk nu wel dat ik, zeg maar, die kracht die ik toen had, nu even niet heb. Omdat ik toen al nog in zat. Nou, en nu moet ik helemaal opnieuw Je weg vinden daarin. Ja. En ik kan dat wel, maar ik heb even de kracht niet. Dus ik lig even stil nu. Het is even... Maar goed, er zijn mensen genoeg om je heen die jou daarbij helpen als dat nodig moet zijn. Ja. Hey, gedachtegoed van Pieter, wat doet dat met jou als je ziet in de maatschappij, ook politiek gezien, hoe dat de afgelopen jaar gegaan is? Ja, politiek gezien is het natuurlijk een fantastisch jaar geweest uiteindelijk, want we hebben met de verkiezingen gewoon ruimschoots gewonnen. Ja, dat doet me natuurlijk heel veel, het is gewoon heel bijzonder en ik heb echt zoiets van ja, dit had zo moeten zijn. Ik vind het alleen jammer dat hij gewoon zelf nu niet het af mag maken, zeg maar. He, dat hij gewoon zelf nu niet de kroon, zeg maar, mag opzetten. Even lullig gezegd. Mm-hmm. Maar we hebben hele goede mensen. Hij heeft gewoon heel veel mensen bij elkaar gezet. En ze heel veel geleerd. Dus het heeft gewoon echt wel. Het gaat gewoon door. We hebben gewoon daarin. Hij heeft daarin wel, zeg maar, iets neergelegd. Waar wij mee verder kunnen. En nu moet de partij het ook laten zien. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk sinds vorig jaar al heel veel laten zien dat we het ook zonder Pieter kunnen. Dat kunnen we ook wel. Het gaat hartstikke goed en ik heb er ook alle vertrouwen in. Maar nu staan we aan de andere kant. We hebben natuurlijk al die tijd in de oppositie gezeten. We zitten nu natuurlijk in de coalitie. En dat is natuurlijk even een andere rol. Dus daar, maar goed, dat gaat ook helemaal goed komen. Pieter, mooie kerel.
Ja. Zo simpel is het. Ja, voor mij in ieder geval wel. Ja. Als je naar jouw toekomst, naar jouw eigen toekomst gaat kijken, hoe zie je die voor je? Ja, dat is heel moeilijk, weet je. Ik heb natuurlijk gewoon nooit gedacht dat Pieter zo snel al dood zou gaan. En ik heb daarin nooit gedacht dat ik zonder hem ooit verder zou moeten. Nu al, zeg maar, in mijn actieve leven. Dus dat, ja, ik kan echt niet in de toekomst kijken nu. Ik heb gewoon al jarenlang ben ik aan het overleven geweest. En dat ben ik eigenlijk nu nog steeds aan het doen. En ik doe maar wat, ik weet het niet. Nou, in ieder geval wel handvaten genoeg die hij meegegeven heeft, ja, om die vast te houden. Ik heb heel veel van hem mogen leren. Ik ben ook heel dankbaar voor alle jaren die wij samen zijn geweest. Dus dat is wel, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Want je vertelde wat je ze niet gehad. Alleen het is gewoon snel afgelopen. En dat is gewoon even hard gelachen dat je nu in je eentje verder moet. Zonder je maatje. Maar goed, wij gaan je toch in de toekomst veel sterkte daarbij wensen. Nou, dankjewel. In het koetshuis nu weer muziek. Sjoerd van der Zee en Ber van Buren met een prachtig nummer. I hear babies cry. I
watched him grow. He learned much more than I'll ever know. And I think to myself, yes, what a wonderful world. Think to myself, what a wonderful world. Oh yes. En zo is Manette. What a Wonderful World, origineel natuurlijk van Louis Armstrong. Aangeschoven Frank Groen senior. Jij bent en jij was de voorzitter van de PVDB, de Partij van de Burgers. Allereerst was het de partij van Pieter van den Burg zelf. Ja, klopt. En in die hoedanigheid zit je hier, maar je zit hier ook als vriend, hè? Ja, we wilden het vandaag graag hebben over Pieter. Over de mensen achter Pieter en niet over de politiek. Hoe heb jij Pieter leren kennen? Pieter leren kennen eigenlijk al in de tienerjaren eigenlijk. Toen kwamen we elkaar wel eens tegen. Maar toen hadden we al wel samen een link met politieke ideeën. Was hij toen ook al, zeg maar, daar waar het nodig was, een beetje recalcitrant? Ja, en dat sprak mij ook wel aan. Vandaar dat we ook daar al heel snel een match hadden. En dat dat later zou worden tot, dat wisten we toen nog niet natuurlijk. Maar hij had een duidelijke mening over bepaalde zaken en over de maatschappij. Kun je één dingetje nog voor de geest halen van jaren geleden? Dat is nou moeilijk om er nu zo één naar voren te halen, want er waren meerdere dingen. Het waren vaak ook combinaties van. Uiteindelijk kwamen we alle twee in die politiek terecht. En dat was onze verbondenheid. Het was zo heel toevallig dat onze vaders, zeg maar, ook met die politiek wat deden. Als zijnde wethouders in Tiel en in Maurik destijds. Mm-hmm. Dat gaf wel een verbindenis, laat ik het zo maar even zeggen. Uiteindelijk in de politiek terechtgekomen, alle twee, waarbij ieder ons eigen gang zijn gegaan. En elkaar daar ook weer in opgezocht. Ja, dat was gezamenlijk bij de PvdA. Ja. Dat is een clash geworden toen destijds. Ja. Maar dat heeft iets heel moois opgeleverd. Uiteindelijk wel. En dat was natuurlijk, Pieter die begon een eenmanspartij. Mm-hmm. De partij van de Burg. Hoe kwam jij daar toen bij? Ja, op een gegeven moment gingen we elkaar natuurlijk weer opzoeken en ga je het over politiek hebben aan de keukentafel bij Pieter en Simone. En ja, dan worden er harde noten gekraakt over bepaalde onderwerpen. Mm-hmm. En dan blijkt toch dat die klik er heel snel was. Maar Pieter was natuurlijk wel iemand, mensen kennen hem misschien niet allemaal zo, maar ja, wat Angelo net ook al zei, bij een club als TSC heb je bepaalde skills, om maar eens een mooi modewoord te gebruiken, mm-hmm. nodig om tussen al die belanghebbenden door te scharrelen, om het zo maar eens even te zeggen. Nou, dat komt natuurlijk in de politiek ook nog wel eens van pas. Dus die verbinding leggen tussen bepaalde partijen, maar ook met mensen, dat was wel een geweldig iets wat Pieter had. En hij kon mensen op geweldig enthousiasmeren over een bepaald ding en meetrekken in die flow. En dat sprak mij ook heel erg aan. Zag je op allerlei gebieden? Hè? Ja, dat zag je op heel veel terreinen, in de kunst, muziek, politiek. Maar gewoon de maatschappij met eigenlijk maar één doel van hoe krijg ik Tiel een betere, mooiere, fijnere, veiligere. Nou, noem alle clichés maar op. En daar was hij echt mee bezig? Ja, daar was hij mee bezig. En dat heeft hij natuurlijk. Hij was ook heel zorgvuldig in het zoeken van mensen die hem daarin konden helpen. En uiteindelijk is dat geworden tot de PvdB natuurlijk. Maar die mensen hebben ook met z'n allen ontzettend hard gewerkt om te komen waar we uiteindelijk nu zijn. Ja, en dat is op zich al knap natuurlijk, hoe dat afgelopen jaar gegaan is. Ja. Gewonnen bij de verkiezingen. Mm-hmm. Zonder Pieter. Zonder Pieter. Ja, dat was natuurlijk wel een ding.
toen ging de telefoon bij mij. Dat was zo'n beetje half maart. En toen had ik jou aan de lijn. Ja. En je had een idee. Ja, ik had een idee. Ja, dat klinkt gek als je dat zo zegt. Maar op een gegeven moment dan heb je iemand in herinnering. En dan wil je hem blijven herinneren op een manier die ook des Pieters is. Uh-huh. En ja, hoe moet je dat nu doen? Want ja, je kunt natuurlijk ieder jaar iets verzinnen en zeggen van nou, laten we het eens over Pieter van den Burg hebben. Maar dat was eigenlijk, dan ga je eigenlijk Pieter niet de eer geven die hem eigenlijk toekomt. Nee, precies. Want dat had ik zelf ook wel, ja. Als ik je mag onderbreken. Ja. Ik bedoel, dood is dood. Keihard, ja, hè? Ja, keihard. Ja, ja. Ja, maar goed, dat is inderdaad zo. En maar er moet iets komen waar hij door eigenlijk zijn naam, en maar ook de dingen die hij deed en waar hij voor stond. Uh-huh. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Dat herinnerd blijft. En zodoende zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen. En dan bedoel ik dus wij tweeën. Uh-huh. En ja, dan gaan we misschien even changing places, zonder dat we dat doen. Maar dan ga ik jou eens vragen, maar wat was jouw idee dan, Rini? Nou, eigenlijk is het precies hetzelfde als wat jij nu zegt. Mm-hmm. Je moet daar iets mee. De dood van Pieter heeft mij persoonlijk best wel aangegrepen. Ja. Heeft ook met allerlei dingetjes te maken natuurlijk. Mm-hmm. Maar omdat het ook zo plotseling was en zo dichtbij stond. Ja. Natuurlijk de laatste jaren en Pieter natuurlijk ook, daar waren het nodig, botsingen gehad en mm-hmm. ruzies en gedoe. Ja. Maar einde van de rit was het altijd wel weer oké. Okay. Ja, de verbinding opzoeken. Ja, precies. Het was geen verkeerde vent wat dat betreft. Nee. Dus dat was een hard gelach. Ja. Die kwam bij mij persoonlijk keihard binnen. Ja. En ja, dan moet je dat een plekje geven. Dat klinkt allemaal een beetje zweverig. Ja. Maar hetzelfde wat jij dus had, dat heb ik ook gehad. Ja. Een man, ik zeg wel, dood is dood. Ja. Dat is dan het lichaam. Ja. Ja. Maar iemand is pas dood als hij, ja, hij als, gaat, als er niet meer over gesproken wordt. Of als er niet meer over gehandeld wordt. Ja. En dacht ik, ja, zouden we iets mee moeten doen. Ja. En daar kom ik uit. En toen ben ik bij, in Nijmegen was ik, dat was bij met de Indales lezing. Ja. En dat was heel mooi. Okay. Indales, minister geweest, staatssecretaris en ook burgemeester in Nijmegen. Mm-hmm. En daar wordt jaarlijks is er een Indales lezing. Ja. En dat gaat dus in dit specifiek over, waar zij voor stond. Kunst, cultuur, muziek. Nou, ook meer, zeg maar, zij was lesbisch, mm-hmm. dus ook zeg maar, om daarmee bezig te zijn. Gekopieerd naar Pieter, ik dacht van ja, dit is hem. Mm-hmm. Pieter van den Burg, hoe houden we dat nou levend? Ja. Waar die voor staat, wat die voor stond, is altijd weer maar weer die discussie op gang brengen en houden. Ja. Dus als we nou eens elk jaar, en noemen we het dan de Pieter van den Burg lezing, een maatschappelijke discussie op gang kunnen brengen. Ja. Over een onderwerp wat op dat moment actueel is, en we doen dat jaarlijks. Ja. Hoe mooi zou dat wel niet zijn? Ja, precies. Nou, en toen kwam jij met jouw prijs. Ja, toen heb ik, ja, precies. Dus dan kijk dan als je iets mensen wilt triggeren om iets te doen of al wat ze al gedaan hebben en je wilt ze daarvoor belonen, CQ een aanmoedigingsprijs geven, dan kom je al heel snel uit op een soort oorkonde, een soort prijs. De Pieterprijs. De Pieterprijs. Hè? En ja, goed, Pieter van den Burg Award, dat klinkt natuurlijk heel mooi en dat is het ook. Maar we kunnen ook gewoon, houden we het heel Tiels, en dan zeggen we de Pieterprijs. Dat kan. Hey, en die Pieterprijs, ja. Daar hebben we natuurlijk ook al over nagedacht. Wat moet dat dan precies zijn? Wat is dat dan? Nou, dat zou dus iets kunnen zijn. En dan zijn we eigenlijk daar een beetje over aan het brainstormen geweest met verschillende mensen die daar ook bij betrokken zijn en nog bij betrokken worden. Want het is allemaal nog maar in een prematuur stadium. Je moet dan denken aan mensen van, zeg maar, van 12 of van 10 tot 85. Alles wat daartussen zit, op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport, die iets gedaan hebben waarvan je zegt van, hey, die jongen, dat meisje, die hebben iets bijzonders gedaan, zodat ze aangemoedigd worden om daar vooral mee door te gaan en anderen ook te enthousiasmeren om dat voor te zetten. En dat is natuurlijk iets precies wat bij Pieter past.
Want Pieter was ook zo iemand, die ging daar ook vol voor zijn idealen. Mm-hmm. Droom je dromen en ga er ook vol voor. Ja, doe het. Doe het gewoon. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En dat zou een jaarlijks terugkerend iets moeten worden, als het aan mij ligt of aan ons ligt. En dan eventueel in combinatie met iemand, stel dat iemand iets gedaan heeft op sportgebied, dan gaan we die lezing ook koppelen aan iemand die iets vertelt over de sport, wat hem ertoe of haar ertoe gedreven heeft om die prestatie ook neer te zetten. En dat is eigenlijk het achterliggende verhaal. En dan heb ik eigenlijk iemand gevraagd, in Tiel, benaderd, of zij iets wilde gaan doen, echt een Tielse kunstenares, Guusje Kijk. En die heeft een geweldig mooi ontwerp gemaakt van de Pieter van den Burgerwoorden. Dan pak ik even die microfoon erbij. Ja. Neem je slokje, mm-hmm. Want dan gaan we Guusje Kijk erbij vragen. Ja. Even staan, dat is wel zo makkelijk. Kom er eventjes bij. Die Pieterprijs, daar hoort dus inderdaad ook een prijs bij. Guusje, zou je er even bij willen komen? En Simone, jij ook? Die Pieterprijs, jij werd een maandje of anderhalve maand geleden gebeld door Frank. Mm-hmm. Wat was nou die opdracht en hoe is dat gelopen? Nou, de opdracht was om, wat jij net vertelde, om een award te maken die herinnert aan het erfgoed van Pieter. Over wie hij was, zijn karakter, wat hij heeft gedaan voor cultuur, voor kunst. En ik heb erover nagedacht van we hebben het er ook over gehad, wat wil ik, wat doe ik daarmee? Ik denk, nou, ik heb verschillende ontwerpen gemaakt, maar één daarvan was toch dat ik Pieter ook in beeld wilde brengen. Pieter als mens. Dus ik heb, het komt misschien ook omdat ik, verleden jaar was ik in Venetië en ik zag daar een portrettengalerij van alle belangrijke filosofen, kunstenaars, schrijvers uit de afgelopen eeuwen. Ik denk, nou, zo'n portret moet er van Pieter ook komen. Gewoon een mooi herdenkingsportret. Met ook daarbij de teksten die jij hebt aangeleverd. Van de teksten die kenmerken wat zijn gedachtegoed was. Mm-hmm. En ik heb dat uitgevoerd in een modern materiaal. In een kunsthars. En het zit hierin. Nou, de eerste die gaan we dan zo dadelijk uitreiken. Althans, ga jij doen aan Simone. Ja. Nog even terugkomend op die lezing. Ja. We hebben het plan gelanceerd. Ja. Gaan we uitvoeren. Ja. Volgend jaar is dus de eerste. Ja, volgend jaar is de bedoeling dat we de eerste award gaan uitreiken aan genoemde personen. Waar we het zo even over hebben gehad. En dat gaan we combineren met de lezing. We willen daar nog voor mensen voor uitnodigen die een zitting gaan nemen in een serieuze jury. Op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport. En daar kunnen mensen zich voor in gaan schrijven. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar daar hebben we ook nog even de tijd voor. Maar we willen dat echt handen en voeten gaan geven. En zodat hij niet herinnerd wordt op deze manier, maar in ons gedachtegoed blijft. En voor Tiel in gedachten goed blijft door middel van die prijs. Nou, waarvan akte? Simone, daar komt hij aan. De eerste uitpakken. Pieterprijs. Even kijken. Oh, dat is hem. Ja, dat is hem, ja. Ja, hè? Nou, die tekst kun je ervoor zetten. Je kunt hem als een soort boekje kun je hem op tafel zetten. Wauw. Prachtig. Alsjeblieft. Jeetje. Jeetje, Mia, hè? Tot zover deze bijzondere aflevering van het Koetshuis met een wat mij betreft fantastisch eind.